Als je dan denkt, wat ben ik aan het doen? Maar ik ben aan het oefenen voor de livestream. Kijk, wij hebben Nijkerk, niet de vijf, maar wij in Nijkerk. De eerste wedstrijd van de Koldik NK Cup en we gaan ervoor, hè. Want er is ook een livestream van Caballo. Net als die wereldbekermanagers krijgen we live on stage, hè. Montevisa live on stage. Maar ik heb die beelden bestudeerd en al die wereldbekermanagers, die zie je op een gegeven moment als ze close-up in beeld zijn. Dan gaan ze een beetje vertraagd in slow motion, gaan ze die bewegingen maken. Dan kan het publiek het goed meekrijgen hoe ze het hebben doen. Dus dat ben ik even aan het oefenen. Je moet je gezicht natuurlijk een beetje bijtrekken. Je moet die lusjes leggen, die armen en die paarden aanjagen. En dan toch weer recht. Dus ik ga er even mee door. Ik heb ook wat standjes geoefend. Moet je even kijken. Natuurlijk allemaal houdingen voor nadat je gewonnen hebt of een goede mans hebt gereden of na de prijsuitreiking. Dan moet je er zo een beetje bij staan. Maar ik ga nou nog even verder met oefenen, want ik vind het, dit is toch wel moeilijk. Is een van de moeilijke aspecten. Die vier paarden die lopen wel. Maar je moet natuurlijk wel tonen op het publiek. Hè? Je moet wel tonen op het publiek. Dus ik ga nog even oefenen. Op de brug, hè, op de brug. En dan als je finisht en het is goed gegaan, hè.